Hallo fans en friends, het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Lockdown Show. En ik kreeg vandaag een vraag van een trio. Namelijk Jimmy, Arno en Steentje. En die vragen me, Bernard, waarom koos je voor een hardstyle nummer als entree voor de wedstrijd? En waarom precies hardstyle nummers uitbrengen? Nu Steentje en de twee anderen. Ik heb in feite altijd een rock achtergrond gehad. Ik had altijd hard rock of heavy metal bands dat ik in speelde. Punk bands, oi bands. Maar in feite nooit elektronische muziek. Tot ik begon te werken voor discotheek The O. De hardstyle discotheek van DJ Pedro. En tja, dan kon ik wel niet anders of elke week die boom, boom, boom horen. En ik ben redelijk creatief in muziek en ik dacht, ik ga ook eens kijken om zoiets te maken. En zo heb ik dan 3 jaar geleden mijn eerste hardstyle single uitgebracht. Via Spotify, Apple Music, Google Play, namelijk Aladdin. Nog steeds te beluisteren voor de mensen die geïnteresseerd zijn. En ik wou ook mijn entree naar de ring niet maken op muziek van Rammstein of van Metallica. Ik dacht, hey, als je een beetje professioneel bent, kijk je toch voor je eigen entree tune. En dat werd het, de Big B Entrance Tune. En mensen, het is een nummer dat mij energie geeft. Het geeft mij een adrenaline-afstoot. Het publiek wordt gek. Het dak vliegt van de arena. Dus in feite is het een ideaal nummer als opwarming voor de wedstrijd. Ik heb hier nog een vraagje van Bina uit Gent. En die vraagt mij, Bernard, welke producten gebruik jij voor je haar? Beauty tips, dat is nieuw. Wel, Bina, ik gebruik gewoon een simpele shampoo, eender welke. Heel basic, niets van speciale producten of zo, absoluut niet. Maar Bina zit in de haarbusiness en ze raadt mij aan om het product BioCure te gebruiken. Reclame hier op de Lockdown Show. Oké, BioCure, natuurlijke oliën voor gezond haar. Wel, Bina, ik ga jouw product gebruiken, maar als ik tegen de zomer kaal ben, dan zal Hans Vlaanderen het weten dat het uw schuld is. Aan de andere kant, als ik tegen de zomer mooi, vol, glanzend haar heb, dan zal ik je uitnodigen in de studio, hier persoonlijk, en mag jij het nog eens allemaal uitleggen. Jade uit Veurne, die voegt eraan toe, Bernard, heb je er al over nagedacht om je haar kort te knippen of te verven? Jade, nee. Ik heb al lang haar sedert ik 12 jaar was. En ik denk als ik nu mijn haar kort zou doen of zou blonderen, ja, de mensen zouden niet meer herkennen. Ik zou Bernard van Damme niet meer zijn. Hè. En ik zeg altijd, mensen, blijf jezelf, want er zijn al genoeg anderen. En Evelien uit Oedelem, die weet ons te zeggen dat ze het receptje met de kip en de gember heeft geprobeerd. Het recept dat ik vorige week heb gepost. Wel Evelien, bedankt voor de foto. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. En ik zal weldra nog een van mijn geheime recepten blootgeven in een volgende aflevering.